Vanavond hebben we heel veel zaken. En al die zaken de allerbeste sporen voor u. We gaan snel verder met bijzondere beelden. Een ondernemer geeft een hele pittige reactie, uit angst overigens, op een overvaller. Op vrijdagavond 31 maart gluurt een man naar binnen bij een winkel aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. Het gaat om deze Poolse supermarkt. Anderhalf uur later, het is al na 11, is hij terug. De eigenaar van de supermarkt, een man van 40, is dan alleen in de zaak, rustig achter de kassa. De man heeft nu een muts op en een mes mee. Luister naar de heftige confrontatie. De ondernemer is bang dat hij gaat steken en reageert. Gelukkig vertrekt de overvaller en raakt de ondernemer niet gewond. De man wordt daarna nog buiten gefilmd. Toen de politie de route naliep waarop de man die avond nog wordt gefilmd, worden nog wat spullen van hem gevonden. Het zo te zien veelgebruikte mes waarmee hij dreigde werd gevonden op de Schoolmeesterstraat en zijn jas aan de Withuisstraat. Hopelijk helpen ook die details bij het traceren van deze overvaller. Nog wel even die zelfverdedigingsreflex van die ondernemer. Hier heeft het gewerkt en is de eigenaar niet gestoken, maar het is een risico dat je neemt. We willen heel graag dat niet meer ondernemers dit met deze man overkomt. De man lijkt in de 40, was wat gezet, niet zo groot. De bril kan een vermomming zijn en toen hij zijn muts af had, was te zien dat hij kaal was. Geef alsjeblieft tips over deze overvallen. Alle informatie die u vanavond heeft kunt u mailen via een tipformulier. Dat vindt u dus op onze site. Of bel dus nu gratis naar 0800 60 70.